NEC speelt zaterdagmiddag thuis tegen FC Eindhoven. Trainer Rogier Meijer wil ondanks de twee verloren wedstrijden op rij niet veel veranderen aan de speelstijl van de ploeg. Ja, niet anders dan andere wedstrijden. Ik bedoel, we gaan niks anders doen. We zullen, wat ik al zeg, met name in de laatste fase van het veld, dus in kansen creëren en uiteindelijk doelpunten maken, zullen we een stap moeten maken. Daar hebben we deze week over gehad. Maar er verandert niet veel aan de manier van spelen, nee. Afgelopen week is de 27-jarige middenvelder Javier Vet vastgelegd voor één seizoen. En die gaat gelijk zijn debuut maken zaterdag. Ja, en ik denk dat we hem goed kunnen gebruiken. Ik denk dat hij een jongen is die weet wat er gevraagd wordt. Heeft ervaring, heeft kracht, heeft loopvermogen. Dus wij gaan hem gebruiken daarin. En hij heeft een tijdje niet gespeeld. Dus hij moet wel even kijken hoe hij dat vol gaat houden. Maar daar hebben we contact over. Maar hij is een aanvulling voor ons, dus gaan we opstellen. Vet weet wat de doelstelling is van NEC. Nou ja, ik denk dat de club dat uitgesproken heeft om zo snel mogelijk voor promotie te gaan. En dat is een jarenplan. Dus we gaan het hoogst haalbare proberen te bereiken. En dat is, ik heb veel play-offs wedstrijden gespeeld. En dat wil ik wel zien bij NEC. Ook zijn er geruchten dat er een nieuwe aanvaller, Ondaan, vanuit Frankrijk onderweg is naar Nijmegen. Ja, ik heb het ook gehoord, ja. Maar ja, het is voor mij nog eventjes afwachten hoe dat allemaal ontwikkelt. Ik hou me even bezig met de jongens die er wel zijn. En dat zou best kunnen dat er de komende dagen rond gaat komen. Maar dat is niet aan mij. Zaterdag trapt NEC af om 16:30 in een lege Goffert tegen FC Eindhoven. Te volgen via RN7.